Commissieleden, welkom op de vergadering van de rekeningcommissie. Mensen op de tribune, ook allemaal hartelijk welkom. Mensen thuis via de buis of via de radio, ook allemaal hartelijk welkom. En ik neem aan dat de agenda gewoon, dat we die gewoon kunnen lopen zoals die is voorgesteld en dan vraag ik nu of er nog iemand iets heeft voor de rondvraag. Niemand voor de rondvraag. Dan is op uitnodiging van de rekeningcommissie onze accountant aanwezig. En die is verzocht om een doorkijk te geven op de begroting. En ik geef u nu het woord. Knopje drukken, denk ik. Ja, gaat helemaal goed. Ja, dank u voorzitter. En, nou, leuk om als accountant ook een keer aan de voorkant van het projectenproces betrokken te zijn. Ja, vorig jaar ook gedaan. En nou, ik vind het leuk om hier weer te staan. Ja, ik heb een korte presentatie, hoewel het wel 22 sheets zijn. Dus ik moet kijken of ik daar doorheen ga komen. En de vraag is of ze nou in beeld gaan komen of niet. Want dat was wel het idee. Ja, ik zie mezelf nu, dat is ook prima. Maar mooi zou zijn als ik de... Ja, hij komt. Nou, moesten we even wachten. Hij is er. En het werkt prachtig. Ja, een presentatie over de begroting. En daarbij moet u beseffen, zeg ik altijd, dat wij een korte beoordeling van de begroting hebben gedaan. We hebben hem niet helemaal gecontroleerd of iets dergelijks of zo. En vandaar, ja, een dag, anderhalf dag, kijk je goed naar die begroting. Zeg je van, nou, hoe kijk ik daar nou als accountant tegenaan? En hoe kan wellicht dat jullie helpen met de manier waarop jullie de begroting gaan behandelen? Ik wil dat als volgt voorstellen. En toch even iets meer zeggen over die rol. Die wij daarin hebben en hoe de provincie daarin zou moeten zitten en in zit. Begroting als sturinginstrument heb ik vorig jaar ook wat over gezegd. Dat wou ik iets korter naar doen en proberen dit jaar iets meer naar de begroting zelf te kijken. Iets meer de getallen in en ja, met het risico dat ik wat technisch word. En ook wat gebruik maken van met name de financiële kengetallen die dit jaar voor het eerst in de begroting staan. Dat is nieuw. En ja, hoe kan je dat helpen om een beeld te krijgen van je financiële positie? Want ja, als ik als accountant naar kijk, dan zijn er twee dingen belangrijk. Dat is, ja, hoe sluit je begroting op meerjarig beeld en hoe sta je er nou financieel goed voor? Ja, met andere woorden, volgens mij hoorde ik het de wethouder net heel mooi zeggen. Die zei van, hoe sta je met huishoudboekje en met je spaarboekje, bankboekje ervoor? Dat is eigenlijk wel een mooie. Die twee dingen wilde ik daarbij gebruiken. En ja, mochten jullie vragen hebben, liever tussendoor als achteraf. Maar goed, dat is aan jullie. Zoals ik vorig jaar ook al aangegeven heb, als accountant controleer je natuurlijk de jaarrekening. En je controleert niet de begroting. En ik heb altijd gezegd, van, nou, ik zou het wel leuk vinden om een keer de begroting te controleren. Nou, want uiteindelijk is dat voor jullie denk ik het belangrijkste document om zeker te weten dat je... Ja, het college mandateert en het komend jaar de afspraken worden uitgevoerd en het geld verdeeld wordt zoals jullie dat politiek gezien belangrijk vinden en de keuzes die je daarin maakt. Ja, en dan zou het wel aardig zijn als je als accountant zegt van, hey, hier zitten de goede onderbouwingen bij, de goede schattingen, et cetera. Maar goed, dat is nog steeds niet zo. En wellicht, ik blijf het roepen, wellicht moet dat een keer gebeuren. Maar goed, als accountant kijk, controleer de jaarrekening en niet de begroting. Maar ja, kijkend naar de begroting en ook naar je financiële positie vind ik het wel een belangrijk onderdeel van het gesprek wat ik zou willen hebben met de Raad. Over hoe sta je er nou financieel voor? Dus vandaar dat wij in onze management letter en met name het accountsverslag ook altijd best wel aandacht besteden aan risicomanagement, vermogen, vermogenspositie, etc. Ja, het is natuurlijk, en dat is u bekend, de rol van de provincie om met name naar dat meerjarenbeeld en naar die begroting te gaan kijken.
En ja, wat de provincie daarbij doet als het goed is, die gaat heel erg kijken naar van nou, wat van onderbouwingen zitten er nou in, hoe zijn je onderhoudsplannen in je meerjarenbeeld, sluit je begroting structureel, ja, hoe zit het met incidentele posten, hoe zijn die onderbouwd. En ja, al dan niet, als je er wat slechter voor kan komen te staan, dan kun je ook in het preventieve toezicht komen. Ja, ik heb een klant die daarin zit. Nou, en dan betekent dat eigenlijk dat de provincie gaat ingrijpen en gaat kijken naar je begroting. En zegt van nou ja, vanaf nu mag je eigenlijk geen beslissingen meer nemen. En willen we elke mutatie en elke begrotingsverandering, wijziging willen we zien. Dus ja, kort gezegd, dat is een beetje de rolverdeling. Ja, wat mij betreft ga ik dan al vrij snel over naar ja, hoe je die begroting moet zien. Wat ik belangrijk vind als accountant daarin ook, is van dat het startpunt is, zou je kunnen zeggen, van de hele planning-controlcyclus. Ja. Ik begrijp, de vragen wou je graag tussendoor hebben, toch? Ja, graag. Ja. Mag ik dan nog even terug naar de vorige sheet? Want je zegt weliswaar dat je de begroting niet controleert, maar een aantal uitgangspunten die onder de berekening van de begroting liggen, die behoren toch wel, want die zitten ook in de jaarrekening voor een deel. Bijvoorbeeld welke rentepercentages je toerekent en dat soort dingen. Daar moet toch wel naar gekeken worden. Met het risico dat ik een beetje technisch word, maar laat ik zo zeggen. Nee, kijk, in de jaarrekening staan de werkelijke rentekosten. En daar zitten wel kostenverdeelelementen in. Hè? Dus er zitten wel verdelingsdiscussies in. Dus die beoordeel je wel, de toerekening. Maar ja, dat zijn de werkelijke kosten dan al. Klopt, alleen kennelijk hebben wij bijvoorbeeld in de jaarrekening ook de keuze gemaakt om bijvoorbeeld 3,5% op bespaarde rente toe te rekenen. Terwijl bijvoorbeeld de daadwerkelijke kapitaalskosten die we hebben, die zitten eerder in de buurt van 2,2%. Maar dat zijn wel veronderstellingen die je in het kader van de jaarrekening wel degelijk goed bekeken hebt. Dat klopt, ja. Ja. Maar goed, nou, ik ga er even niet inhoudelijk op in. In die zin, een aantal uitgangspunten die ook in de begroting gebruikt worden, die zaten al in de jaarrekeningssystematiek, omdat dat een bepaalde manier van gebruik was. En die zijn dus wel degelijk beoordeeld. Ja, ja en ja, je kunt het ook anders zien. Kijk, dat zeg ik ook altijd en ik wil er straks nog wel even op terugkomen. Wij controleren de jaarrekening en kijken dan ook zeg maar, naar kostentoerekeningen, naar dit soort berekeningen, hoeveel rente reken je toe aan vermogen en aan grondexploitaties. En ik kijk altijd, en daarom vind ik de begroting belangrijk, maar kijk bij de jaarrekening van nou, wat komt er nou uit qua resultaat en hoe verhoudt zich dat tot je tussentijdse rapportages en je begroting om te kijken of je die ramingen ook goed hebt gedaan en of de uitgangspunten die daaronder liggen nou direct of indirect ook kloppen. Ja, rekening houden natuurlijk met toleranties, et cetera. Even kijken, ik moet deze knop drukken. Ja, nou ja, dat is eigenlijk dan wel een beetje antwoord ook op uw vraag. Zoals ik er naar kijk, we controleren de jaarrekening, maar tegelijkertijd zie ik het als een cyclus. Ja, in de begroting, zoals jullie die hebben, staat de begrotingsdoctrine. Daar staat het in blokjes, zou je kunnen zeggen. Dat plaatje heb ik vorig jaar nog bij gehad. Ik zie het altijd vaker meer als een soort cyclus waar je eigenlijk natuurlijk begint bij je collegeprogramma, kader, nota. Vervolgens ligt nu natuurlijk voor de meerjarenbegroting en de programmabegroting. Ja, sommige gemeenten hebben dan ook productenraming meer op college- en organisatieniveau. En uiteindelijk zou je dat moeten vertalen naar afdelingsplannen en afdelings- of budgetrapportages versus bestuursrapportages. En dan kom je alweer op bestuursrapportage 1 en 2. Nou, die twee, nummer 2 ligt ook bij jullie voor en uiteindelijk naar de gemeenterekening. Ik vind zelf het altijd wel belangrijk, ook al is dat misschien bij een aantal van jullie bekend, om dat wel te benoemen. En dat die cyclus er logisch in moet zitten. En dat het ook belangrijk is dat je nu nadenkt over welke afspraken maak je, welke prestaties en activiteiten horen daarbij. En herken ik dan ook straks dat in of bestuursrapportages of in de jaarrekening. Nou, wat je hier natuurlijk in ziet, dit lijkt een beetje een gesloten circuit. En daar zitten natuurlijk allerlei externe invloeden op. Bijvoorbeeld als je nu kijkt naar de begroting, hè, de begroting 2016 die is gebaseerd op de mei-circulaire. Nou, dat hebben veel gemeenten die zeggen, ja, kunnen we nou net de september-circulaire nog wel of niet meenemen? Nou, jullie hebben volgens mij als uitgangspunt niet meegenomen, maar inmiddels zijn jullie wel geïnformeerd door de september-circulaire wat de uitkomst en de effect daarvan is. En volgens mij is het iets van 140.000 euro in de plus als ik het even ruw wegpak. Het betekent dus wel dat het kan een mooi instrumentarium zijn, maar je moet wel beseffen, ook als raad, dat daar externe invloeden op zitten waar je soms helemaal geen houvast op hebt. En,
Nou, er zijn gemeenten en controllers van gemeenten en wethouders die zeggen wel eens tegen mij van ja, het grootste risico op dit moment voor het besturen van een gemeente is de onzekerheid van wat het Rijk doet. En ja, hoe die septembercirculaires of de verdeelmodellen van de bijstand, et cetera, zich ontwikkelen. En nou, ik begin daar steeds meer in te geloven, moet ik zeggen. Ik was daar altijd nog wel een beetje voorzichtig in. Ik dacht van je moet kunnen sturen, maar ik moet ook wel toegeven dat daar onzekerheden in zitten. Dus een belangrijk sturingsinstrument aan de voorkant. En, ja, en daarom vind ik de jaarrekening ook altijd belangrijk. En ik begrijp dat jullie daar soms wel eens wat anders tegenaan kijken. Maar ja, uiteindelijk is dat wel het sluitstuk van de afspraken die je hebt gemaakt. Ja, ik zei het net al even op pagina 8-9 staat die begrotingsdoctrine. Dat zijn denk ik prima uitgangspunten. Heb ik vorig jaar ook wel gezegd. Ja, elk jaar structureel sluitend. Algemene reserve moet voldoende blijven. Jullie hebben 4,5 miljoen als minimum benoemd. De vraag is of dat het minimum zou moeten zijn. Daar wil ik straks nog wel wat over zeggen hoe je daar tegenaan zou kunnen kijken. Schuldenplafond op 130%, ja, daar wil ik ook nog een kanttekening bij maken. Maar goed, allemaal op zich ja, goede afspraken om verwachte tekorten of overschotten niet direct te compenseren. Ik vind dat, ja, dit zijn goede basisafspraken, uitgangspunten voor de begroting. En terecht vind ik dat je ook altijd moet beseffen als gemeente dat en als raad, zo'n begroting heeft nogal een lange doorlooptijd. Hè? Dus we maken nu een inschatting, zou je kunnen zeggen, over 2016, maar het is nog oktober. En uiteindelijk, ja, je moet het komend jaar gaan volgen. En de jaarrekening van 2016, die zal hier weer terugkomen in de raad waarschijnlijk in april, mei 2017. Dus dat is een lange doorlooptijd. En tegelijkertijd is het belangrijk dat je gedurende die periode probeert met bestuursrapportages en zo de zaak goed te controleren. Want dat lijkt mij, ja, lijkt me belangrijk voor je financiële positie en de keuzes die je maakt. Hier heb ik denk ik vorig jaar wat langer bij stilgestaan, dus ik wilde die hele systematiek niet meer behandelen. Maar ik vind het wel leuk om dan nog even een wijziging in de BBV aan te geven. Er is een voorgenomen wijziging, er is een onderzoek geweest, wellicht zijn jullie daarover geïnformeerd, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. De commissie De Pla heeft onderzoek gedaan naar de BBV en de manier waarop je moet sturen. En kunt sturen en welke wijzigingen ze willen voorstellen in de BBV. Een daarvan, en die hebben jullie al kunnen lezen, zijn de kengetallen. Daar kom ik nog uitgebreid op terug. Maar wat ook wel aardig is, is dat er is toch gezegd van er zou een soort verplichte set met beleidsindicatoren moeten komen, dwars door de begroting heen. Want we willen eigenlijk, en daar proef je denk ik wel een beetje invloed van het Rijk. We willen eigenlijk toch wel gemeenten op onderdelen vergelijken. Nou, dit bijt naar mijn gevoel wel eens wat met de autonomie van de gemeente. En tegelijkertijd schijnen de indicatoren die over nagedacht worden wel zodanig makkelijk op te levelen zijn. En dat het op zich nog niet zo'n hele last hoeft te zijn. Maar ik denk wel dat hier steeds meer benchmark en vergelijkingsinformatie gaat komen de komende tijd. En het derde punt wat daaronder staat, is vind ik ook wel een belangrijke wijziging die eraan gaat komen. Op dit moment zie je in alle programma's dat kosten worden toegerekend. En waarschijnlijk kosten van personeel, kosten van overhead, et cetera, dat gaat er helemaal af. Dus dat betekent straks dat, tenminste dat is de verwachting, dit zijn nog allemaal voorgenomen besluiten. Maar de verwachting is dat alle overhead straks op een apart programma komt. En dat je dus echt alleen de directe kosten per programma gaat zien. Dus als je het hebt over een proces alle belastingen, dan zie je alleen de inkomsten en uitgaven die direct aan belastingen gelinkt zijn. En het financieel apparaat staat op de hoofdfunctie op een andere programma. Hoe ze dan ingedeeld wordt, weet ik niet. Of dat dan die overhead, dat er straks afdeling marketing, afdeling financiën, met zoveel FTE's en zoveel kosten. Dat weet ik niet, maar dat is wel waar we naartoe gaan waarschijnlijk. Ja, ik denk dat dat een goede set is en dat daarmee straks de begroting ook weer wat transparanter kan worden. Nou, dat wou ik jullie niet onthouden. Maar goed, ik schat in op zijn vroegst begroting 17 of 18. Volgens mij is er op dit moment ook nog een discussie over aanpassing BBV rondom grondbeleid. Die stond hier namelijk niet bij. Nee, dat klopt. Maar ik heb hem wel teruggezien in de begroting. Nee, ik vond deze net even wat belangrijk.
Klopt, nee, dat is ook een notitie grondexploitatie over hoe lang mag je rente activeren en wat is de rente die je mag activeren, et cetera. Ja. Goed. Nou, net als ik vorig jaar heb gezegd, van, als je naar die begroting kijkt als sturingsinstrument, vind ik het ontzettend belangrijk, zou ik altijd zeggen, van, ook al ga ik nu in de verloop van deze presentatie wel iets vertellen over financiën en hier en daar misschien wat technisch, vind ik altijd wel belangrijk om te benadrukken van als raad moet je met name toch gaan over de drie W's, zeg ik wel eens. Hè, wat wil je bereiken, wat gaan we ervoor doen en wat mag het kosten? Uiteindelijk ben je er om keuzes te maken, om de politiek daarin te bedrijven. En je zou per programma moeten willen weten van, ja, dat is de essentie van de keuzes die ik maak. En uiteindelijk zou je dat in de jaarrekening met die drie W's moeten terugzien. Nou, als je kijkt naar de begroting van de gemeente Ommen, zie je dat daar natuurlijk net iets anders ingericht is. En ik heb ook gezien dat er in de vragen, in de technische vragen, toch wel wat, ja, een paar keer gezegd is van joh, wanneer krijgen we nou die indicatoren? Nou, ik denk dat daar best nog wel een stap in gemaakt kan worden. En tegelijkertijd wil ik altijd een beetje de beperking aangeven, wat ik ook vorig jaar heb gezegd, is van ja, niet alle prestaties zijn altijd meetbaar. Ik denk dat met die eerste 50 indicatoren je als gemeente ook een stap gaat maken. Als die verplicht worden, dan zul je ze moeten opnemen en dan moet je ze ook gaan vergelijken. Dat kan helpen. Maar uiteindelijk zul je ook zelf moeten kijken, kunnen we nog stappen maken in de afspraken die we maken en de prestaties die daarvoor gedaan worden in de relatie proberen te leggen tussen, nou ja, de kosten die je erin stopt, of de mensen of de activiteiten en de prestaties die je daarmee levert. Maar goed, verbanden zijn niet altijd aanwezig. En het makkelijkste voorbeeld is altijd van ja, op het moment dat je meer mensen zet in het uitkeringproces of het reïntegratieproces en de recessie komt er even overheen, ja, dan zul je zien dat niet meer of minder werklozen bijvoorbeeld oplevert ofzo. Dus dat is nogal wie dus. Maar ja, dat moet je wel beseffen, vind ik, als je praat over prestaties. Ja, verder kijkend, ja, dan kom ik toch een beetje op de financiën. Ja, de begroting ligt er. Ja, als accountant kijk ik dan wat niet zozeer naar die drie W's, maar toch een beetje meer op een hoofdlijn naar de financiën en naar de totaalcijfers. En ja, wat je natuurlijk heel erg ziet, en dit komt rechtstreeks uit jullie eigen begroting natuurlijk, wat zijn de totale lasten en wat zijn je totale baten per programma? Ja, wat ik daar heel erg opvallend in vind, en ik benadruk dat nog maar eens hier, is als je gewoon de twee programma's jeugdig Ommen en zorgzaam Ommen bij elkaar pakt, ja, dan zie je dat je daar bijna, even kijken, ruim 20 miljoen te pakken hebt. En dat is eigenlijk bijna 45% van je begroting tegenwoordig. Volgens mij zei Peter dat tegen mij, die laatste gemeente, daar was het bijna 2/3, zeg maar. Hè. Dus dit begint een steeds belangrijker onderdeel te worden. Ja, mijn boodschap daarbij is dus ook wel van, ja, denk er goed om. Dat je daar goed op stuurt en dat je daar goed over geïnformeerd wordt. Tegelijkertijd kan ik jullie een beetje een doorkijkje geven wat er op dit moment in het land is. En dat is veel onzekerheid over, kunnen zorginstellingen straks zich verantwoorden? Hoe ga je om met die rechtmatigheid? Ik ben er met mijn collega's in de werkgroep Decentrale Overheden bijna wekelijks mee over in gesprek. Want veel gemeenten krijgen dat nog niet op orde, krijgen die informatie niet. Nou ja, ik hoef jullie niet uit te leggen over PGB's, eigen bijdrage, waar komt de informatie vandaan. Het gaat over verschillende schijven, al dan niet via samenwerkingsverbanden, regionale samenwerking op het gebied van jeugd, et cetera. Grote uitdaging de komende tijd. Dat was in ieder geval een vraag die ik ook had graag willen stellen. Maar heel praktisch zou je dan kunnen zeggen, hoe komt het dat wij als Ommen nog niet een COPRO goedgekeurd controleprotocol hebben vastgesteld? Want dan heb je in ieder geval iets waarvan je tegen zorginstellingen en aanbieders kunt zeggen, nou, dit is de manier waarop wij het graag willen doen. En misschien kunt u er wel aan voldoen of kunt u er niet aan voldoen, maar zo willen we het graag. Ja, hoe het komt. Ik kan het in specifiek in Ommen niet zeggen. Ik kan wel zeggen dat er op dit moment volgens mij twee controleprotocollen, of zijn er misschien iets meer. Ik weet niet hoeveel er op de site staan, maar het gaat ongeveer per dag. Maar laten we zeggen, er zijn er een stuk of 5 tot 10 hè, die er doorheen gaan van de 393 gemeenten. Of er zijn natuurlijk een heel aantal samenwerkende gemeenten. En zoveel zijn er op dit moment vastgesteld. Ja, dat vraagt gewoon om een traject van goed afstemmen van, wat heb je afgesproken als gemeente? Wat zijn je kaders? Wat zijn je verordeningen? Hoe is de wet? Zit die in elkaar? Hoe heb je dat geregeld in je administratieve organisatie? Hoe heb je dat geregeld in je systemen tussen jou, zorginstellingen, et cetera? En hoe heb je je controle daaromtrent ingericht? En pas dan kan je ook naar controleprotocollen toe.
Ja, dat hebben nog heel weinig gemeenten hebben dat georganiseerd. En ik denk dat het alles te maken heeft met het tempo van de transitie en de focus op. Laten we in elk geval eerst de zorg leveren. En zorgen dat we de sociale wijkteams, et cetera, georganiseerd hebben. Ja, ik zie nog steeds wel een risico in het laatste kwartaal of het eerste kwartaal van volgend jaar. Ik hoor nog nergens enorme budgetoverschrijdingen, zorginstellingen die omvallen of gemeenten die tegen een enorme tekorten aanlopen. Maar ik kan me haast niet voorstellen dat het gaat gebeuren, maar ik kan het ook niet helemaal zeker zijn. Maar hoe dan ook, ja, dat gaat al een beetje richting controle. En ik sta hier niet de controle toe te lichten of de management letter of de accountantsverslag. Maar veel meer van, ja, kijken naar de begroting, ja, wil ik wel meegeven. Ja, kijken naar die programma's, ja, dan gaat het toch eigenlijk steeds meer om deze twee programma's. En waar nadrukkelijk gezegd is dat je als raad ook aan het stuur bent. Nou, ander punt is, ja, hoe kijk je als accountant ook wel tegen de begroting aan? Ja, wij kijken zelf vaak wat meer door de programma's heen en meer naar kostensoorten. En kosten- en opbrengstensoorten, hè, dus meer naar de personeelskosten, de loon- en salarissen, subsidies en dat soort zaken. En dat is ook de manier waarop wij in eerste instantie altijd de controle inrichten. Ja, dat is voor jullie denk ik iets minder direct relevant, hoewel het wel soms inzicht geeft in van, ja, hoe groot zijn nou de kapitaalslasten ten opzichte van onze totale begroting? Of hoe groot zijn de personeelskosten in dit geheel? Met name als je nog eens een keer zou willen bezuinigen of iets dergelijks. Dan kan je dat helpen. En tegelijkertijd zie je hoe afhankelijk je bent van een algemene uitkering, hoe zich dat verhoudt tot je eigen middelen. Dus op die manier kun je ook denk ik naar een, heel goed naar een begroting kijken. Ja, dan als je kijkt naar je meerjarenbegroting, heb ik hem er gewoon maar eens bij gepakt. Gezegd van, ja, staat op bladzijde 11, ik heb hem er even niet bij. Ja, de conclusie is denk ik, hij is structureel in evenwicht. En, hij is structureel in evenwicht, ja, dat laat ik zo zeggen. Maar ja, daar zitten ook nogal behoorlijk wat incidentele posten in. En ja, ik heb er ook bij gezet, best wel veel incidentele posten. Nou, is dat best een lastige. Wat is nou een structurele post, wat is een incidentele post? Ik vind het wel wat opvallend dat jullie best veel incidentele posten hebben. Maar goed, laat ik zo zeggen, de provincie kijkt ook naar incidentele posten. Die kijkt ook naar van, heb je structurele zaken incidenteel gedekt of niet? Hè? Dus daar ligt ook een rol, vind ik, voor de provincie. Maar je moet zelf ook nadenken van, ja, wat is nou incidenteel, wat is meerjarig incidenteel en wat is echt structureel? En hoe stuur ik daarop? En uiteindelijk is het belangrijkste, en ja, daar kom ik straks misschien nog wel even op van, stuur je daar gedurende het jaar op of heb je grote afwijkingen? Nou, als ik een beetje naar dit beeld kijk, ja, dan is mijn inschatting wel, het heeft best wel moeite gekost of het is best wel lastig om die begroting goed sluitend te krijgen. En om, ja, om ook dat meerjarig dan weer op orde te krijgen. Het houdt niet over, denk ik zelf. En dat vraagt best om keuzes. Voorzitter. Ik heb een vraagje aan de accountant, want zoals u wellicht heeft begrepen, hebben we al een zestal jaren, jaar op jaar, miljoenen per jaar verloren. Als u dat extrapoleert, hoe beoordeelt u dan het structurele evenwicht? Ja, kijk, als je het hebt over de verliezen die je de afgelopen jaren hebt gepakt, hè, op grondexploitaties. Volgens mij was ik zelf nog verantwoordelijk vorig jaar voor een afboekentje bij de Rotbrink. Ja, dan moet je, vind ik, meer, dan zou je eigenlijk nog wat meer moeten kijken naar je vermogenspositie, denk ik, als naar je structurele component. Hoewel daar natuurlijk je rentelasten, et cetera, ook in zitten. Maar ik zou hem straks wel even willen pakken bij je vermogenspositie, want ik wil met name daar nog wel even naar kijken, als dat mag. Goed, ik zei het net al, dat voorspellend vermogen van die begroting is belangrijk. Dat kan ik voor 2016 natuurlijk nog niet zeggen. Maar vorig jaar kon ik dat wat minder goed en nu kan ik natuurlijk wel eens terugkijken. Dus ik heb gedacht van, ja, ik neem maar even de vrijheid om hier bij de behandeling van de begroting 2016 en om toch ook even terug te kijken naar de jaarrekening 14 en waar sta je nou via de BRAP 15. Ik heb altijd gezegd van, nou, weet je, het zou mooi zijn als je ja, de ervaringsnorm als je begroting of je jaarrekening niet meer dan 2-3% afwijkt van de begroting. Nou, weet je, kijk, een begroting komt nooit uit, dat moet je na één keer beseffen. Je kunt niet over die anderhalf, twee jaar een voorspelling doen die 100% uitkomt. Als dat zou gebeuren, zou ik ook weer zenuwachtig worden, denk ik. Het zal wel heel toevallig zijn. Maar een afwijking moet wel binnen de grenzen blijven. Maar ga je over die grenzen heen,
Dat zul je altijd moeten vragen, maar ook daarbinnen wel, maar dan vind ik het wat minder spannend. Maar moet je afvragen, wat komt er nou van buitenaf? He, zijn het externe invloeden? Ik gaf net het voorbeeld van de ontwikkelingen rondom september circulaire. Ja, dat zijn dingen, dat kun je niet weten als volgend jaar de mei circulaire weer een heel ander beeld laat zien. Geldt ook voor verdeelmodellen in zowel zorg als uitkeringen. Maar goed, ook hier heb ik neergezet van ja, het Rijk is misschien dan wel het grootste risico. En jullie hebben daar ook in je weerstandsvermogen zelfs 8 ton voor opgenomen. Dus volgens mij wordt dat hier wel wat herkend. Maar er zitten ook elementen in waarvan je moet afvragen, ja, begroot je nou goed? Hè? Begroot je scherp genoeg? Of hou je op basis daarvan over? Of heb je niet risico's voldoende begroot? Er kunnen elementen in zitten van te behoedzaam, et cetera. Open eindregeling met onzekerheden. Maar goed, je moet vind ik wel proberen die begroting ten opzichte van de jaarrekening daarmee te vergelijken. En ik zeg altijd, vorig jaar ook gezegd van, het is dan belangrijk dat je aandacht besteedt aan het proces van het totstandkomen van de begroting. En nou ja, dan moet ik wel, toch blijf ik nog wel een beetje kritisch van, dat kan wat mij betreft nog best nog weer een stap verder. Er is een eerste stap gezet en nou ja, misschien ga ik dan over de eerste volgende sheet al, pak ik er al bij. Er is een eerste stap gezet, hè, met een prima eerste stap met die begrotingsdoctrine. Dit is eigenlijk, deze sheet komt rechtstreeks uit mijn accountantsverslag. Dus dat is niks nieuws, dat hebben jullie waarschijnlijk een half jaar geleden verteld ook. Maar je ziet, hè, we zagen bij de jaarrekening, ja, je hebt 0,4 miljoen afwijking. Nou, dat leek wel binnen die 2-3%. Maar als je kijkt tussen het verschil tussen primitief, gewijzigd en uiteindelijk, en nou, wat jullie nu bij de tweede BRAP ook doen, is een stukje overboeken via een resultaatsbestemming. Ja, dan zie je toch dat je best wel wat afwijkingen hebt. En daar zagen we ook al wat afwijkingen op WMO en kostenplaatsen. Dus nou ja, dat herken ik bij de jaarrekening. Mijn advies blijft van probeer dat voorspellend vermogen, zowel voor incidentele als structurele posten, nog verder te verbeteren. Ja, dat is misschien niet aan jullie, maar dan waarschijnlijk aan de BOH en het college gericht. Ik heb dat ook maar gewoon eens vergeleken nu bij de tweede BRAP, die volgens mij ook op de agenda staat. Als je kijkt, hè, dan 2015, dus nou, gaan van 14 naar 15. Dit staatje komt rechtstreeks uit de BRAP. Ja, als je kijkt van wat was nou primitief begroot, nou, als ik het goed heb begrepen, is dat zeg maar het structurele saldo van plus een ton en een incidenteel min van 1,3 miljoen per saldo, ongeveer 1,2 miljoen negatief. Vervolgens zie je nu dat de uitkomst bij de tweede BRAP is 1,5 miljoen positief. En dat zijn best wel wijzigingen. Dan vergeet ik even de tussenliggende eerste BRAP. Ja, dat zijn behoorlijke effecten. En ik vind ook wel de incidentele effecten groot. Als je kijkt de uitkomst van de tweede BRAP, 1,5 miljoen plus. Dat vind ik wel, dat is een saldo van 3,5 miljoen ja, incidentele voordelen en iets van 2,5 miljoen incidentele nadelen. Nou, dat is veel. Dat is veel. Ik heb ze niet allemaal inhoudelijk bekeken. Dus wellicht zijn het volstrekt logische dingen. Zitten daar wel dingen in die aangekondigd waren? Zitten daar dingen in waar je geen grip op hebt? Het beïnvloedt je resultaten wel. Dat geeft bij mij wel iets van een indicatie van, kun je daar nog wat scherper op begroten? Het zit er met name in de incidentele posten, denk ik. En die incidentele posten maken ook dat de begroting volgens mij nog niet positief is over de meerjarig beeld. En wat mij natuurlijk opvalt, die 2-3% die ik net als een soort norm gaf, ja, die kun je hanteren straks bij de jaarrekening. Maar dan moet je wel beseffen dat je tussentijds even 8 ton hebt overgeboekt, zeg maar. Ja, had je dat niet gedaan, had je besloten om dat eerst maar als resultaat te pakken of te laten staan, ja, dan had het een hele andere afwijking gegeven. Dus ik kijk ook altijd wel naar dat soort percentages, probeer ik er wat doorheen te kijken. Dus, nogmaals, begrotingsinstrument belangrijk als sturingsinstrument, maar ook gedurende het jaar goed kijken hoe ontwikkelt dat resultaat zich. Goed, dan ga ik toch naar die kengetallen. En dat vond ik wel eigenlijk een mooie aanleiding om ook nu te kijken van hoe sta je er nou financieel voor. Dit jaar zijn er een aantal kengetallen verplicht geworden. Dat is echt een besluit geweest. Dat zijn deze die hier zo staan, hè, schuldquote. Netto en gecorrigeerd voor leningen, het solvabiliteitsratio. Nou, misschien wordt dat heel technisch, maar een kengetal voor de grondexploitatie. En ik ga gewoon eigenlijk, wat mijn voorstel was, om ze maar gewoon eens zoals ze hier staan voor de gemeente om het toe te passen. En proberen een beetje in perspectief te zetten en te kijken van, nou, kan ik daarmee een gevoel geven hoe je er financieel voor staat.
Ja, en ik loop daar het risico dat ik wat technisch word. Dus als jullie zeggen, nou, ik begrijp helemaal niks meer van, of nu word je heel erg gedetailleerd, dan hoor ik het wel. Begin ik eens met die netto schuldquote. Volgens mij heb ik vorig jaar ook wel een beetje aangegeven dat ik daar, dat dat een prima kengetal is, maar dat ik wel een beetje, dat ik wel zeg van, denk goed over na of dat een hele wezenlijke is. Nou, de netto schuldquote, ik heb hem hier even neergezet hoe je hem zou kunnen berekenen in 2016. Hij staat op 110%. Nou, grofweg komt het erop neer dat jullie zo'n 53 miljoen, 52,9 miljoen aan schuld hebben. En dat wordt dan gedeeld op je exploitatie, op je totale baten in je begroting. Ruwweg, ik kon hem niet helemaal herleiden, maar dat is ongeveer de verhouding. Ja, wat is de logica daarachter? Is van, ja, weet je, hoe verhoudt de schuld zich tot je baten in een jaar? En ben je in staat om de rente daarvan op te vangen? Hè? Dus die twee, dat is een beetje de logica achter deze dit ratio, dit kengetal. Nou, ik heb wel eens eerder gezegd, ja, de norm die daarvoor gehanteerd wordt, overigens door de VNG, die heeft gezegd, ja, dat moet eigenlijk iets meer dan 130% zijn. Volgens mij zag ik een vraag, of niet? Sorry. Die ging daarover. Want wat ik me dan afvraag is, van 130%, als ik het goed begrijp, zou dat betekenen dat we zo nog, om aan die 130% te binnen te blijven, nog 10 miljoen extra schuld zouden kunnen hebben op basis van dezelfde begroting. En dan vraag ik me af van, is dat dan voor Ommen niet te ruim om dat op 130%? Want ik denk toch dat we een groot probleem hebben als daar zo'n 60 miljoen staat ten opzichte van de 48. Op basis van, kunnen we het aflossen, ja of nee? Ja, ja. Nou, daar kom ik zo nog even op. En dat komt omdat ik hem in verband wil brengen ook met een andere ratio. Ik heb hier volgens mij vorige keer, maar ik weet zeker dat ik het in Hardenberg gedaan heb, maar volgens mij hier ook wel eens geroepen van, stel je voor dat je, als je naar je privé situatie kijkt, en je mag een schuldquote hebben van 130%, dus dat betekent dat jouw privé lening, nou pak even je hypotheek, versus je inkomen 130% mag zijn, in wat voor huis woon je dan, zeg maar? Dat kan ik niet voor jullie allemaal bepalen, maar dat mag je even zelf uitrekenen. Dus, maar dat geeft wel een beetje de nuancering aan. En waarbij ik niet zeg dat, dat het niet goed is om je schulden te beheersen. Dus begrijp me goed. Maar ik wil hem ook een beetje nuanceren in als je nou kijkt naar Ommen. De jaarlijkse rente bedraagt ongeveer 1 miljoen. De gemiddelde rentepercentage is laag, hè, wat jullie hebben, 2%. Er staat een hele paragraaf financiering in de begroting en in de jaarrekening. Die heeft normen als renterisiconorm. Dat betekent eigenlijk van hoe groot deel van je begroting moet je in één keer aflossen. Nou, dat is maximaal 20%. Daar zitten jullie onder. En je ziet dus dat de gemiddelde aflossing de komende jaren volgens die paragraaf is 4, 5 miljoen. Dus stel je voor, zeg ik dan wel eens, als je komend jaar de rente gaat stijgen met 1%. En je zou 4 miljoen moeten aflossen en 4 miljoen opnieuw moeten financieren. Gaat dat dan, ja, wat voor effect gaat dat hebben? Nou, dat is volgens mij 40.000, 50.000 euro. En hoe verhoudt zich dat tot jullie begroting? Snap je? Dus zo kun je de schuldquote en het rente-effect kun je enigszins nuanceren. En tegelijkertijd hoor je mij niet zeggen dat je nu heel veel moet gaan lenen. Maar ik wil hem veel meer, ik vind het belangrijk om je rente en je schuld af te zetten ten opzichte van ook je balans. En daar kom ik dan zo nog even op. En dan maak ik eigenlijk de overstap naar het kengetal van de grondexploitatie. Want eigenlijk, en dat snap ik ook heel goed, is gezegd van, wij willen meer zicht hebben in hoe je grondexploitatie, hoeveel grondexploitatie je hebt als gemeente en hoe zich dat wat verhoudt. En ik snap dat men dat ook wil gaan vergelijken. En daarvoor is het kengetal van de grondexploitatie neergezet. En dat is eigenlijk volgens mij hetzelfde kengetal als, even weer kijken, ja, daar heb ik daar een ander getal staan volgens mij. Dat is ook weer ten opzichte van de totale baten, maar ik heb de begroting erbij gepakt, ik snap het al. Ik zag opeens een ander bedrag staan, maar dat betekent eigenlijk, jullie hebben een grondpositie van, nou ja, ruwweg 23 miljoen. En je baten zijn iets van 58 miljoen. En ook daarvan geldt van, nou, weet je, hoe verhoudt zich dat en kun je dat opvangen? Persoonlijk vind ik dit een beetje een bijzondere ratio, omdat ik veel liever zou zeggen van, nou, hoe verhoudt je grondpositie zich ten opzichte van je totale balans? En waarom is dat? Ja, dan geeft het aan van, ja, balans geeft eigenlijk je bezittingen aan. En hoe groot percentage van je bezittingen zit nou gewoon in grond? In dit geval, als je die zou delen voor de jaarrekening 2014, dan zit bijna 30%, 28,8% van al je bezittingen aan de debetzijde van je balans zit in grond. En waarom is dat dan? Geef mij dat wat meer houvast, omdat ik, nou ja, naast die bezittingen ook even aan de andere kant kan kijken hoeveel je leent.
En ik zei net, hè, het was iets van 53 miljoen leningen. En volgens mij zei je van, hé, maar hoe verhoudt zich dat? Wat vind je dan voldoende? Hè? Ja, je moet wel beseffen, als je die twee getallen even tegen elkaar aanzet, je leent bijna 53 miljoen en je hebt grond 23 miljoen, dan weet je waarvoor je leent. En ik vind het een verschil uitmaken of je leent voor een weg die je aanlegt waar je de komende 40 jaar plezier van hebt, of voor grond waarvan je nog maar moet zien of je dat ooit gaat verkopen en wat misschien een beetje ligt te wachten. Dus ik zou zeg maar, vandaar dat ik liever die twee met elkaar in verband breng. Nou, waarbij ik dan ook nog de opmerking wil maken over dit kengetal. Als je kijkt, je zou de Rotbrink hierbij pakken, wat eigenlijk natuurlijk volledig eigendom van jullie is, maar wat zich een beetje buiten de balans begeeft op dit moment. Hè. Dus een stukje lening zit er in 5 miljoen. Maar stel, je zou de Rotbrink consolideren en je zou zeggen, hey, hij is van jullie en je zou hem erbij pakken. Dan heb ik even ruwweg gezegd, moet je de 7 miljoen bij die grondpositie van 23 miljoen optellen. Ja, en dan zie je want je baten blijven hetzelfde. Ja, die zie je in één keer van 40% in de begroting naar 52% schieten. Ja, dat soort beperkingen en nuanceringen moet je heel goed hebben als je naar dit soort kengetallen kijkt. Maar goed, dat jullie fors in de gronden zitten en dat daar risico's in zitten, ja, daar kom ik dan zo nog even op. Mag ik nog één keertje? Ja. Bij de vorige nog. Want op zich hebben we natuurlijk de afgelopen jaren maatregelen genomen om op de balans in ieder geval dat grondbedrag naar beneden te krijgen. We hebben flink afgewaardeerd. Een ratio zegt in mijn optiek het meeste wanneer je ze in de termijn of over de jaren kan wegzetten en zie welke ontwikkeling ze doormaken. En we hebben hier, ik denk dat het een prachtig getal is, die 28,8. Maar is er ook zicht op hoe dat dan de afgelopen jaren was en hoe dat voor het komend jaar in de boeken staat? Want dan kunnen we de ontwikkeling zien en die is nog belangrijker, denk ik, dan een absoluut getal in dit geval. Volgens mij staat in de begroting niet hoe het de afgelopen jaren is gegaan. Maar goed, uiteindelijk, ja, weet je, ook al heb je veel afgewaardeerd, je zit nog steeds met een bepaalde grondpositie. Dus ik vind persoonlijk vind ik het bedrag en de verhouding in de balans nog steeds wel belangrijk. Maar misschien ook de ontwikkeling van die verhouding. Ik bedoel, als je ziet dat je door je afwaarderingen misschien wel van 40% naar 28,8 bent gegaan, dan heb je in ieder geval een ontwikkeling ingezet en gebeurt er iets. Terwijl ook als die ondanks de afwaardering toch bij spreken nog oploopt of op dezelfde hoogte blijft, dan heeft het misschien wel een effect gehad. Nee, dat eens. Dus het is wel goed. Er speelt hier wel een bijzondere factor door. Die heb je net al behandeld. Namelijk dat we bijna 15 miljoen sociaal domein erbij gekregen hebben. Ja. Dat heeft veel invloed op dat percentage. Nee, ook dat heeft enorme invloed op dit soort getallen. Dus, nou weet je, maar ik bedoel, dan word je best wel technisch. Hè, maar je ziet wel hoe dit soort kengetallen zich verhouden. En ze worden gebruikt om ook te benchmarken. En dan moet je beseffen dat dat niet altijd kan. Ik zie dat voorzitter volgens mij al een beetje naar de tijd kijken, of niet? Oh, ik dacht even dat u... Nou, dan ga ik. Ik begrijp dat u de tijd wilt. Nee. Ik ga nog rustig door. Als u niet ingrijpt, ga ik vrolijk door. Ik denk ik 10 minuten nog. Ja, dat gaat me lukken. Nou, belangrijk is ook je solvabiliteitsratio. Het solvabiliteitsratio zegt eigenlijk van hoeveel vermogen heb je ook weer ten opzichte van je balans totaal. Of hoeveel wat je met financier de organisatie met eigen vermogen en hoeveel met vreemd vermogen. Ook daar maak ik wat kanttekeningen bij. En waarom? Ja, mijn balans van een gemeente is een beetje, daar zitten wat bijzonderheden in. Je mocht afgelopen jaren activa met maatschappelijk nut, hè, zoals dat heet, die mocht je ineens afwaarderen. Dus ja, menig gemeente heeft, volgens mij is het hier even niet zo, misschien bij Hardenberg wil je wel, die heeft zijn gemeentehuis neergezet en die heeft dat met nu 100% gelden gedaan. En dat mochten ze in één keer afwaarderen. Ja, je moet je voorstellen, als je dat doet, wat dat betekent voor je balansverhoudingen. Nee, dat zie je niet. Dat zie ik. Hetzelfde geldt voor voorzieningen. Een gemeente hoeft niet alle voorzieningen voor al het onderhoud op te nemen op de balans. Hè. Een bedrijf moet dat. Die moet onderhoudsvoorzieningen gewoon waarderen in de balans. Jullie mogen dat meenemen in je begroting. Nou, dat geeft natuurlijk een hele andere verhouding in je balans, zeg maar. En dus ook in solvabiliteitsratio. Nou ja, voorlopig is dat, heeft dat nog de nodige beperkingen. Het gaat wel veranderen. De BBV is voornemens om te verplichten dat activa met maatschappelijk nut ook gewoon bedrijfseconomisch en langjarig worden afgeschreven. En dat dat niet meer eenmalig mag. En zo zitten er nog een paar, maar dit zijn wel de belangrijkste. Vakantiegeld en vakantiedagen en zo staan ook niet op de balans bij een gemeente. Dat heeft wat minder effect, maar dat heeft allemaal gevolgen.
Ja, hetzelfde, maar dat zei ik denk ik net al een beetje. De cijfers ook in de balans zijn natuurlijk exclusief de Rotbrink. En ook dat zou de solvabiliteit behoorlijk beïnvloeden. Ja, mijn conclusie is dus ook van, ja, de solvabiliteit is al niet heel hoog. Maar kijk vooral naar het weerstandsvermogen. Hè. Dus ik zou veel meer zeggen van, als je wil weten hoe je er financieel voor staat, ga sturen op je risicomanagement, de inventarisatie van de risico's. Ik vind dat je dat in het MJP is dat echt best al wel goed gedaan. Ja, dat zou voor de rest van de organisatie moeten. Dat zou uiteindelijk voor het sociaal domein moeten. Zeker als grootste programma. Maar ook voor de rest van de organisatie. Nou, volgens mij krijgen jullie binnenkort een notitie in de raad. Ik dacht dat ik ergens gelezen had in de vragen dat die eraan zat te komen. Dus ik denk dat dat een hele goede is. En ik zal als accountant daar ook het komend jaar, als die voorbij komt, daarover gaan adviseren. Dit is een beetje het plaatje van het weerstandsvermogen. Ik zie dat die niet helemaal goed leesbaar is. Maar ik zeg wel eens, aan de ene kant heb je je benodigd weerstandsvermogen of de risico's, hè, die je op een bepaalde manier kunt sturen. En aan de andere kant heb je je beschikbare weerstandscapaciteit. Dus hoe kun je de risico's opvangen? En beide tezamen vormen het weerstandsvermogen, waarbij ja, het is niet optellen en aftrekken, hoewel het wel eens wat gebeurt of het delen. Daar kun je wat vragen over stellen, want de risico's zijn soms incidenteel en ook weer structureel of meerjarig. En hoe waarderen? Nou, daar zijn allemaal systematieken voor. En daar gaan we ongetwijfeld de komende jaren nog wel eens een keer over in gesprek. Als je die twee pakt en je pakt daar de... Ja, ik zie een vraag. Als van de voorzitter mag. Zit hier bij de risico's de risico van de Rotbrink? Want tot nu toe is die slechts als een rentenadeel of een renterisico ingeboekt. Maar het gaat natuurlijk uiteindelijk om gronden die afgewaardeerd moeten worden. En dat is, althans, ik zie het als een risico. En dan zou ik dat ook graag in de cijfers terug willen zien. Ja. Ja, u heeft er wel een handje van om de vragen te stellen die in de volgende sheet komen, volgens mij. Ik ga hem ook weer zo beantwoorden. Daar kom ik inderdaad zo op, want jullie hebben een risico-inventarisatie gemaakt. Tenminste, hij staat in de begroting en hij kan ongetwijfeld nog verfijnd met een nieuwe notitie. Maar even ruwweg, de grondexploitatie staat erin voor 2,9 miljoen. De transities voor 8 ton, dat is zo'n 10% volgens mij van het budget, ruwweg. En dan het gemeentefonds en wat overige risico's kom je op zo'n 4,5 miljoen. En tegelijkertijd staat daar een reserve tegenover. En ik heb, er staat op pagina 22 van de begroting, de algemene reserve en ook de reserve dekking kapitaalslasten. Daar zie je dus in 2016 9,8 miljoen. Jaarrekening zat je nog op 12. En als je hem zo doorkijkt, zeg maar, en dat is de volgende sheet, dan zie je, en dit is gewoon bladzijde 22 van de begroting, dan zie je hoe die zich ontwikkelt, zeg maar, vanuit 2014 van 14,1 miljoen, uiteindelijk naar 2019 naar 6,5 miljoen. Enerzijds omdat de reserve dekking kapitaalslasten gewoon leegloopt, omdat je daarmee je kapitaalslasten deels dekt, maar ook wel door onttrekkingen van incidentele tekorten in de begroting. Nou, als je daarnaar kijkt, dan zie je al zo'n 6,5 miljoen. De risico's waren, zeg maar, zoals ze nu geïnventariseerd zijn, 4,5 miljoen. En dan komt die vraag van, ja, weet je, maar zie je dan nog meer risico's? Nou, dat is natuurlijk best lastig. Ik kan dat niet helemaal beoordelen, maar ik heb daar inderdaad een paar vragen of opmerkingen bij. Ik vind dat het MJP een goede analyse geeft. Hè? Dus ik denk dat je daar al een hele goede stap hebt gemaakt. Keurig per project, inschatting van het risico per project, verkopen, et cetera. En wat ik ook goed vind, daar zit ook een gevoeligheidsanalyse in. Hè? Een soort gevoeligheid, daar kun je natuurlijk altijd over discussiëren. Van een vertraging van 5 jaar van een kwart in de aantallen in de woningbouw. Is dat nou het risico? Of is het 5 jaar lang dat je maar de helft verkoopt? Daar kun je allerlei scenario's op loslaten. Maar dat het gebeurt en dat je dat probeert te kwantificeren, dat vind ik een hele goeie. Maar ja, je ziet dan wel de gevoeligheid zou maar zo een half miljoen, rond ik hem even af, tot 1,3 miljoen kunnen betekenen. En hier vind ik het ook aardig om, zeg maar, je risicoomvang, hè, je buffer van 2,9 miljoen gewoon eens even tegen die boekwaarde aan te zetten van 23 miljoen. Nou, dat geeft mij ook altijd wel wat gevoel over van hoeveel weerstandsvermogen heb je ten opzichte van je grondvoorraad.
Nou, en daar komt uiteindelijk ook wel een beetje de vraag, en dat is de vierde bullet daar, zeg maar, bij de eerste, van ja, hoe groot is dan het risico van de rotbrink met een boekwaarde van 12,7? Ja, hij staat in elk geval op dit moment niet in je analyse. En zou je meenemen, ja, dan kan ik me toch voorstellen dat hij gaat meetellen. En misschien gaat hij zichzelf voordoen. Maar goed, dat kan ik niet, nog niet beoordelen, daar mag ik komend jaar weer mee aan de slag, denk ik. Maar je zag natuurlijk wel, vorig jaar hebben we iets van 1,2 miljoen afgeboekt. Ja, daarvoor heb je ook weerstandsvermogen. Hè? Zo kun je er ook naar kijken natuurlijk. Het is niet voor niks dat je vermogen hebt, dat je buffervermogen hebt. Ja, maar goed, de vraag is hoeveel kun je daar nog mee opvangen? Nou, een ander risico... Ja, het verbaast me wel dat u zegt van ja, goed, risico, ik zie die Robrink ook wel als een risico. Ik benoem hem zelfs, 12,7 miljoen. Nou, dat zal nooit natuurlijk 12,7 miljoen worden. Maar dat zien we dan volgend jaar wel. Nee, ik heb wat geleerd. Op het moment dat je het risico onderkent, moet je er ook naar handelen. En dat zou betekenen dat op het moment dat we dit als risico onderkennen, dat we dat ook in de begrotingen moeten gaan meenemen. En dan niet alleen het renterisico, maar ook het afwaarderen van de waarde van de gronden. En dat lijkt me u als accountant toch ook een plicht dat u moet waarderen naar de waarde die het op dit moment tussen aanhalingstekens heeft. Ja, als ik uitstraal van, nou, we zien wel een keer of zo, dat heb ik niet. Kijk, ik moet het controleren. Volgens mij heb ik vorig jaar in het accountsverslag twee kantjes geschreven over alleen de rotbrink en de reden waarom ik vind dat het destijds al afgewaardeerd moet worden. En ik heb er ook een aantal advies over gegeven. Maar dat heeft zijn eigen proces nodig natuurlijk. Hè? Ik heb begrepen dat jullie straks daar nog over gaan geïnformeerd gaan worden. Ik weet niet precies wat er nou uitkomt en wat jullie daarover beslissen. Maar laat ik zo zeggen... helder. Zodra je dat weet en goed geanalyseerd hebt, dan is het aan het college natuurlijk om daar zo snel mogelijk de maatregelen voor te nemen en dat te vertalen in je financiële cijfers. Ja, dat lijkt me helder. Maar meer zo van, ja, we zien het komend jaar. Ik zal het komend jaar bij de jaarrekening, zal ik een handtekening onder moeten zetten en zeggen van, nou, het staat goed of niet goed gewaardeerd. En dan kijk ik weer naar die lening en die garantie die erin zit. En dan zal ik doorheen kijken, net als ik het afgelopen jaar gekeken heb, van hoe staat de rotbrink ervoor qua verkopen, et cetera. Nou, daar heb ik een aantal advies over gegeven. Daar geef ik zeker mijn follow-up op. Ja, en had u het nu geweten, hè, of had het college nu zover geweest, dan had ik gezegd, ja, dan had je dat nu al moeten meenemen in je begroting. Naast grondexploitatie en rotbrink wil ik nog twee dingen benoemen. Is toch wel ja, dat leeglopen van die reserve dekking kapitaalslasten. Ik heb dat verder niet beoordeeld, maar als ik even een bladzijde terug ga, dan zie je zeg maar ja, elk jaar zo'n 3,28 of zo hè, loopt er uit die reserve. Ja, die gaat ook een keer leeg. Ik weet niet hoe, heb ik niet bekeken hoe zich dit verhoudt tot de kapitaalslasten. Misschien als de reserve leeg is, zijn de kapitaalslasten ook weg. Dat zou wel kunnen. Dan heb je geen probleem. Maar je ziet hem natuurlijk wel leeglopen. En je kunt ook, en wat de gemeenten ook wel doen, die zeggen van ja, we stoppen daarmee. En dan voegen we toe aan de algemene reserve, maar dan moet je wel even 3 ton besparen, zeg maar, in je meerjarenbeeld. Ja, dat is een beetje de afweging. Dus in die zin is het deels beklemd vermogen. En moet je dus veel meer naar je algemene reserve kijken. En dat is dan ook een beetje jullie reserve. Nou ja, en vervolgens de vraag die je nog moet stellen. 8 ton is er gevormd hè, als soort risicobuffer ingeraamd voor de transities in het sociaal domein. Ja, het zal het komend jaar moeten blijken. Er zitten grote tekorten nog aan kortingen aan te komen in het sociaal domein. En wat betekent dat in relatie tot je financiële positie? Nou... Ja, dat is een beetje, en gezien de tijd wil ik dan maar stoppen. Wat mijn pleidooi is kijk, hanteer die kengetallen, kijk naar de ontwikkeling daarin, prima. Hanteer ze wel een beetje met een korreltje zout, maar probeer ze in het verband te brengen. Maar kijk ook vooral naar je weerstandsvermogen. En uiteindelijk zou je dat meerjarig kunnen doorrekenen in een soort stresstest. Ik denk dat ik daar gezien de tijd op dit moment... Oké, nou dan toch nog heel kort, als dat mag. Een stresstest is dus veel meer bedoeld om een meerjarig doorkijk te geven van deze cijfers. Hè. Laat ik zo zeggen, wat je dan doet is zeggen van, nou, ik ga al deze stressvariabelen, ik ga een aantal stressvariabelen doorrekenen. Wat gebeurt er als de loonkosten stijgen, als de inflatie doorgaat, als de woningverkopen tegen gaan vallen. Dat soort achtige ontwikkelingen ga je dan analyseren. En vervolgens ga je ook kijken naar van, maar waar kan ik dan nog sturen? Waar ben ik nog flexibel? Nou, ik
Met die twee bolletjes gaf ik net een beetje aan naar kostensoorten kijken. Ben je dan als gemeente nog in staat om op je subsidies te korten of op je personeelskosten te korten of je belastingen te verhogen? Hoe ver kan je het opvangen tijdelijk met reserves? Ja, die afweging die beide tegenover elkaar zetten, dat doe je eigenlijk met een stresstest. Waar je redelijk objectief een aantal variabelen kunt doorrekenen. En wat je dan doet is eigenlijk die twee tegenover elkaar zetten en zeggen van ja, ben ik in staat op meerjarig termijn de stress op te vangen met maatregelen in mijn organisatie of in de keuzes die ik heb. Nou, en ik kan hier anderhalf uur een presentatie over houden over hoe dat technisch werkt en hoe je dat kunt doorrekenen. Maar dit is echt een systematiek waarin je zou kunnen anticiperen op. Maar dat is een beetje achteraf praten misschien. Ja, als je een stresstest had gehad op het moment dat je grondposities aankocht, dan had je misschien gedacht van, hey, maar wat nou als ooit de rente stijgt en kan ik dat dan nog opvangen of niet? En hoe verhoudt zich dat tot de flexibiliteit in mijn begroting? Dat was eigenlijk een beetje mijn doorkijk door de begroting. Ik ga ervan uit dat er geen vragen meer zijn, want die konden tijdens de presentatie gedaan worden. Dus dan wordt u bedankt voor uw doorkijkje. Graag gedaan. De presentatie wordt toegezonden, neem ik aan. Ja, oké. Dan gaan we over naar de technische bespreking van de financiële stukken. Daar staan geagendeerde programmabegroting, meerjarenperspectief, grondexploitatie, de tweede bestuursrapportage, beantwoording van de technische vragen en de septembercirculaire. Dat is septembercirculaire, dat is nieuw. En ik denk dat het handig is dat we als uitgangspunt nemen de beantwoording van de technische vragen, omdat die in feite ook over de andere drie punten gaan. Dus ik zou punt D eerst aan de orde willen stellen. En dan gaat het erom van, kan nog een toelichting gevraagd worden op gestelde vragen of opmerking van dat is niet zo bedoeld en dergelijke. En dan na behandeling van de technische vragen lopen we de rest nog even door als er eventueel nog punten zijn. Wie mag ik het woord geven over de technische vraag? Ik zie alleen meneer De Vries Robles. Aan u het woord. Ik heb een paar vragen die met name over mijn eigen vraag gaan, omdat ik in het antwoord iets niet vind wat ik wel graag gezien had. Ik zal eerst een pepermuntje even wegwerken. Nee, zo lang gaat het niet duren. Dank u wel. Pagina 9 van de beantwoording. Daar had ik de vraag gesteld, kunt u ons een geactualiseerd overzicht verstrekken van de structurele kapitaallasten voor de komende 10 jaar? Het antwoord is, dat hebben we niet direct zo inzichtelijk. En wat u dan vervolgens levert, is eigenlijk laten zien van de bestaande kapitaallasten die er op dit moment zijn, hoe de afloop gedurende 4 of 5 jaar is. Maar de vraag is eigenlijk anders bedoeld. Die is meer bedoeld in de zin zoals de accountant er net over gesproken heeft. Als wij uitvoeren wat we nu als voorgenomen beleid hebben, bijvoorbeeld investering in Kimplein West, eventueel promemorie Kimplein Oost, maar dat kunnen we nog niet goed, schatten. Maar bijvoorbeeld ook gaan we dit jaar de investering doen van de middelbare school die inmiddels gereed gekomen is. Dus de vraag was, ja, u kunt van de bestaande kapitaallasten kunt u laten zien die dalen inderdaad structureel omdat er steeds meer afgelost wordt. Maar we hebben ook voorgenomen besluiten rondom investeringen. En die brengen ook weer nieuwe kapitaallasten met zich mee. En het idee was juist, kunt u nou met wat we al voorgenomen beleid hebben mij laten zien wat die kapitaallasten gaan doen. Want dan kon het wel eens zo zijn dat ze structureel niet dalen, maar juist gaan stijgen. En dat heeft wel degelijk consequenties voor andere posten in onze begroting. En dat was de achtergrond van de vraag. Dus de vraag is eigenlijk van, kunt u dat andere overzicht en
kunt u dat andere overzicht misschien nog opstellen? Want dat vergt namelijk best wel even wat rekenwerk. Dat was de eerste vraag. Nou, ik denk dat het verstandig is om de vraag gelijk te beantwoorden. Ja. Met deze toelichting is in ieder geval de vraag wat ons betreft wel wat helderder geworden. Maar als u op zoek bent naar de vraag, zijn de kapitaallasten van de nieuwe investeringen ook allemaal in de begroting opgenomen? Dan is het antwoord erop ja. Dus in die zin is van alle voorgenomen investeringen niet zozeer de vraag of wij die op kunnen lossen in de begroting, want ze zijn al opgelost. Ze zitten er al in, dus daarmee zijn ze gedekt. Alleen zou het dan nog een kwestie zijn van een aantal dingen bij elkaar tellen, zodat u kunt zien dat niet een staatje wat afneemt, maar wellicht gelijk blijft of omhoog gaat. Dat is kennelijk de vraag. Ja, nou op zich is het antwoord daarvoor wel te geven, maar dat vraagt inderdaad wat rekenwerk. Had ook een relatie naar wat de accountant net noemde, namelijk de afloop van de reservekapitaallasten. Dat betekent uiteindelijk een structurele last van ongeveer 3 ton per jaar er extra bij aan het eind. Dus, en die vraag heb ik overigens bij de kadernota ook al gesteld en toen heeft u het staatje wel degelijk kunnen leveren. Dus nu was eigenlijk mijn bedoeling, integreer nou die dingen eens even en kijk wat dan de resultaten zijn. Dus en ik begrijp in ieder geval dat de vraag nu helderder is en ik zou dat alsnog graag zien. Mijn tweede vraag gaat even over hoe wij omgaan met de investering Kindplein West. Want als ik daar technisch tegen aankijk, dan gaan we volgend jaar nog benutten, zou ik maar zeggen, om de bespreking te doen van hoe we het daadwerkelijk willen gaan uitvoeren. Dus dan gaan we het over, laten we zeggen, de planvorming en de timing en de uitvoering praten. En gaan we daadwerkelijk in 2017 investeren, of liever gezegd bouwen. En dan was het idee dat we waarschijnlijk eind 2017 grotendeels al oplevering kunnen hebben. Als ik dan kijk wat dat voor effecten zou kunnen hebben op begrotingsposten, dan is het één effect natuurlijk, ja, we hebben op een gegeven moment boekwaarde voor die panden staan en dat moet je wegwerken, want die panden zijn er straks niet meer. Dan kan je niet nog boekwaarde hebben op panden die je niet meer hebt. Alleen de vraag is, hoe doe je dat nou? En ik stel inderdaad vast dat we kennelijk in 2016 die lasten al nemen, maar de daadwerkelijke afbraak van die panden gaat waarschijnlijk misschien wel pas in 2018 plaatsvinden. De vraag is dan, waarom nemen we dan de totale last in 2016 en zeggen we niet bijvoorbeeld, ja, we hadden nog een boekwaarde staan voor nog 20 jaar afschrijvingen. En we gaan niet meer 20 jaar afschrijven, nee, we gaan nog 2 of 3 jaar afschrijven. Kunnen we dat dan niet wat geleidelijker oplossen? Dat is een hele technische vraag, maar de vraag is wel van, waarom doen we dat nou zo en doen we dat niet bijvoorbeeld op een geleidelijke manier? Dus mijn vraag is eigenlijk, wat zat hier nou als keuze onder, dat we dat ineens doen en dat we dat niet bijvoorbeeld in 3 jaar pakken? Ja, ik denk dat de heer De Vries ook best hier wel een punt heeft. Oorspronkelijk hadden we bedacht van, goh, we gaan direct slopen. Maar we hebben ook natuurlijk gezegd, ja, je sloopt natuurlijk pas op het moment dat het nieuwe gebouw er staat. Ja. Technisch gezien heeft u gelijk. Kan je zeg maar de afwaardering zeg maar in 2 jaar of 3 jaar doen? Dus dat kan. Dit is veiligheidshalve gedaan. We willen het best nog wel eens even bekijken. Dat geeft financieel misschien een beetje verlaas. Uiteindelijk het totale bedrag verandert nee, niet van. Nee, natuurlijk, dat begrijp dat ik. Dat snapt u. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Goed, dat was nog de laatste vraag. U heeft een overzicht gemaakt naar dat rente-effect waar ik over gevraagd had. En dan krijgen we 2 doorberekeningen. En u moet me even helpen, want ik zie eigenlijk niet goed, wat heb ik hier nou gekregen? Zou ik pagina nu maar even willen noemen? Pagina 32 en 33. Want als ik dit lees, dan zegt u, hey, we hebben een geïnvesteerd vermogen. En dat daarvan is de boekwaarde die 65 miljoen. Dus dat hebben we feitelijk als investering nog op de balans staan. Daarvan hebben we een deel in reserves zitten en we hebben een ander deel gewoon met langlopende leningen gefinancierd. En vervolgens zegt u dan, ja, dan hebben we een tekort aan financieringsmiddelen en dat hebben we kennelijk kort gefinancierd dan. Als ik het goed begrijp, ja? Nou, dan is de eerste vraag natuurlijk van, waarom zijn we investeringen
met kortlopend geld aan het financieren, want investeringen lopen vaak over meerdere jaren. En zeker als je kijkt naar de huidige renteposities, dan zou je kunnen zeggen, als je dingen moet afdekken, zou je het nu moeten doen, want je rentetarief is heel erg laag. Ja, dus de vraag is dan, waarom hebben wij nog zo'n relatief groot bedrag aan kortlopende financieringen staan? Maar goed, misschien zijn er ook goede verklaringen voor. Gaat het om investeringen die nog maar 1, 2 of 3 jaar lopen? Maar alleen die vraag doet zich wel voor. Waarom hebben wij dat relatief hoge bedrag aan korte financiering staan? Dat is op zich goed verklaarbaar. En de verklaring daarvoor is namelijk dat zelfs de wetgever een onderscheid maakt tussen kortlopende en langlopende financieringsmiddelen. Dat het meer dan gebruik is, maar eigenlijk in iedere gemeente gemeengoed, om in eerste instantie alle ruimte binnen de kortlopende financieringslimiet te gebruiken. Daar zijn wettelijke grenzen aan, daarom is dat ook onderkend dat het toegestaan is, maar tot op zekere hoogte. Mm-hmm. Omdat je niet voor iedere, al was het nu een extreem bedrag van bijvoorbeeld dat we maar 10.000 of 20.000 euro in het rood zouden staan, dat we dan voor iedere 10.000 of 20.000 euro een vaste geldlening af moeten sluiten. De wetgever heeft gezegd, u heeft tot een bepaald bedrag, en daar blijven wij in ons geval onder, de bevoegdheid en de ruimte om kortlopend te financieren. Op het moment dat u voor langere termijn daarboven gaat, dan bent u wettelijk verplicht om een langlopende financiering aan te trekken. En dat doen wij ook. Dus dit is eigenlijk, je zou haast kunnen zeggen, de periodieke bandbreedte waarin we ons bevinden. Als wij structureel op een hoger bedrag zitten, dan mogen we daar 1 keer of 2 keer overheen, maar dat doen we niet eens. We blijven steeds binnen die bandbreedte en zorgen ervoor dat op het moment dat we buiten die grens komen, ook met langlopende financieringsmiddelen werken. Dus wat u eigenlijk zoekt, dat doen we. Die redenatie kan ik helemaal volgen. En ik weet ook dat we in de jaarrekening er altijd verslag van krijgen dat we niet buiten die bandbreedte geweest zijn. Maar dat is eigenlijk niet de achtergrond van de vraag. De achtergrond van de vraag is, als je weet dat je investeringen hebt die langlopend zijn, want over het algemeen gaat het bij investeringen toch wel om projecten die meerdere jaren lopen, is het dan in de huidige tijdsgewicht wel verstandig om kort te financieren? Dat is de achtergrond van de vraag. Nou snap ik uw vraag echt, want u bent bezorgd dat als we dat niet doen dat, en de rente trekt aan dat we straks... De gevoeligheid van je korte financiering is altijd vele malen groter dan de gevoeligheid van je langlopende financiering. Ja. Maar dat is dus treasurybeleid. Je gaat dus heel goed na van wat de percentages zijn en hoe je daar goed op kunt acteren. En dat is een bijna dagelijks werk natuurlijk. En dit houden we natuurlijk wel goed in de gaten. Het moet natuurlijk niet zo zijn dat we straks allemaal langlopende leningen moeten gaan afsluiten tegen een hoger percentage. Dus dat uw zorg is, maar dat is in de afdeling wel goed bekend hoor. Maar daar twijfel ik niet aan. Alleen, ik blijf bij de constatering, als het gaat om financieringen die langlopend zijn, dan ligt het meer voor de hand om dat lang af te dekken dan kort af te dekken. Ja, omdat je risico's hoger worden dan. In algemene zin is dat waar. Helder. Ja. Dan de vraag van, uiteindelijk berekenen wij op de een of andere manier een bepaalde vaste post aan rentekosten per dienstjaar. En de vraag die gesteld was, kunt u mij eens aangeven als een rentewijziging voordoet, wat heeft dat voor effect op onze begroting? En u doet ook, u verhoogt namelijk de korte rente van 1/4 naar 1.25. En wat we dan zien gebeuren in die getalletjes, is dat eigenlijk het begrotingstechnische bedrag hetzelfde blijft. Maar dat we wel zien dat de korte rente, het korte rente toegerekend bedrag verhoogd wordt. Want dat gaat van die 7.000 naar rond de 35.000. Maar dat het feitelijk eigenlijk helemaal geen effect heeft op onze begroting. En dat bevreemdt mij. En daarom mijn vraag van, kunt u mij dit nog eens uitleggen? Het dus over het verschil tussen pagina 32 en pagina 33. Want dit is een antwoord op mijn vraag. Wilt u eens laten zien als er met een rentepercentage iets gebeurt, wat voor effect dat op onze begroting heeft? Nou, op zich heeft u het tot nu toe goed uitgelegd en goed gezien, denk ik. Want als de rente zou stijgen en de enige factor waar dat in onze systematiek op dit moment van toepassing zou zijn, is op de regel A rentekosten lang, of sorry, de regel B rentetekort aan financieringsmiddelen. Daarom is ook in dit geval dat percentage genomen. Dan gaat in dit voorbeeld de rente van 0,25, wat heel reëel is, of zelfs nog te hoog op dit moment, naar 1,25. Dat verschil van 1% zijn we dan als extra kosten, als lasten kwijt in de begroting. Dus in die zin zijn we dat gewoon is een extra kostenpost. In onze systematiek
zien we dat op een andere manier terug, namelijk dat wij dit in de begroting ook verrekenen als het gaat om een structureel, hoe zeg ik het, bespaarde rentebedrag. En uiteindelijk is dat dan in de renteomslag weer te verrekenen. Dus het is een nogal, niet zozeer een ingewikkeld systeem, maar ik denk op zich, om nu even uit te leggen, lastig. En wat ik dan eigenlijk aan zou willen bieden is of we een keer in een aparte setting er nog eens naar kijken. Want ik kan heel goed begrijpen als u zegt het is voor ons lastig inzichtelijk te maken. Dat klopt, want dit is ook maar één plaatje. Maar er zijn veel meer factoren op de rente van toepassing dan alleen een percentage. Het gaat ook om het bedrag wat we uiteindelijk rood staan of over hebben. En in die zin vond ik het plaatje wat de accountant had in het begin ook wel interessant. Waar die aangaf, als de rente bijvoorbeeld stijgt en u lost op jaarbasis 4 miljoen af en u bent in het volgende jaar voor 1% meer voor diezelfde miljoen kwijt, dan is dat net zo transparant en niet zo simpel als een plaatje, of dit plaatje is veel ingewikkelder dan een plaatje wat de accountant liet zien. En laat ik u nou ook nog even het gevoel geven waarom het voor mij zo ondoorzichtig wordt hiermee. Want wij stellen natuurlijk onze bespaarde rentepercentage, 2,5 en 4%, die worden onder andere ook mede beïnvloed door het feit van wat daadwerkelijk het niveau van de rente, ja, laten we zeggen, op een langere periode geweest is. En het idee in mijn ogen, als de rentes gaan stijgen, is dat ook die percentages veranderen. En dan heeft het nog veel meer invloed dan op wat hier staat. Dus ik wil dat graag wel een keer met u doorspreken van wat dat nou precies technisch voor onze begroting begint. Want die vraag kwam eigenlijk uit dezelfde behoefte voort die de accountant had, namelijk van kunnen we nou risico-inschattingen maken van wat dat betekent voor het percentage rentelasten op onze begroting. Daarmee zijn wat mij betreft mijn vragen beantwoord. Stuk over de septembercirculaire, zijn daar nog vragen of opmerkingen over? Nee. Iemand nog over de programmabegroting 2016? Meerjarenperspectief grondexploitatie. En de tweede bestuursrapportage. Als niemand daar vragen of bemerkingen over heeft. Dan was er geen rondvraag en dan kunnen we sluiten. Dan hebben we 10 minuten pauze en dan gaan we straks verder met een besloten informatiebijeenkomst.